Rosebel Gold Mines NV heeft vanmorgen voor de 9e keer het Brokopondo Beurzenprogramma contract ondertekend. Het programma heeft als doel het nieuwe schooljaar studiebeurzen aan te bieden aan 4 geselecteerde bestgeslaagde MULO-leerlingen van Brokopondo. Deze beurzen houden in het beschikbaar stellen van de nodige studietoelagen, huisvesting en begeleiding ter continuering van de studie op middelbaar, hoger, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs in Paramaribo. In totaal zijn er 38 studenten toegelaten tot het RGM Brokopondo beurzenprogramma, van wie 19 zijn uitgevallen. Onderwijsminister Lilian Ferrier vindt het initiatief van het goudbedrijf goed voor de studenten van Brokopondo. Dus wanneer jullie gaan beginnen straks aan je vervolgstudie, moet je alvast bedenken van, oké, als ik daar ben, dan wil ik daar gaan. Hè? Probeer je voor te stellen, over 5, over 10, over 20 jaar wil ik daar zijn om mijn inbreng te hebben in de ontwikkeling van mijn land. Want dat is het volgende. Brokopondo, nogmaals, is een van de districten voor ons die we als prioriteit hebben gesteld. Maar we beginnen echt wel op het laagste niveau, omdat er nog te veel kinderen niet eens de eindstreep van het basisonderwijs halen. En dat kan natuurlijk niet. Suresh Kalatheel, General Manager van Rosebel Gold Mines NV, zegt dat een van de beste zaken die je in het leven kan doen, is verder studeren. Dit is volgens hem goed voor je verdere ontwikkeling. Kalatheel benadrukt dat studeren en groeien hand in hand gaan. Students are the principal beginners of growth. Studenten zijn het fundament van groei. And growth starts from education. When we started this program in 2009, our principal objective was to build capacities within the system so that the future is driven by them. Toen we met dit programma zijn gestart in 2009, het belangrijkste doel dat we voor ogen hadden is om capaciteit op te bouwen in het systeem zodat ze konden trekken aan de ontwikkeling. This year we have got 15 students. 5 of them passed this year from higher secondary to the higher education, and we had 2 graduates last year. We have 15 students in the program. 5 zijn geslaagd van middelbaar naar HBO niveau. En vorig jaar hadden we 3 mensen die zijn afgestudeerd. Suresh Kalatheel, General Manager van Rosebel Gold Mines NV. Hij sprak vanmorgen tijdens de ondertekening van het 9e Rosebel Gold Mines Brokopondo beurzencontract. De ondertekening vond plaats in Ramada Meeting Room aan de Kleine Waterstraat.